Ja, we zijn hier op het campingterrein van watersportvereniging Hemmeland. Alle deelnemers, alle tentbewoners, zeg maar, die zijn op het water. Want er worden namelijk races gehouden, de FJ World Racer. Het wereldse is er een beetje af. Vanwege coronamaatregelen zijn er over het algemeen alleen maar Nederlandse deelnemers die straks gaan varen. De 5 wedstrijden worden gevaren en wij mogen mee om te kijken naar deze spectaculaire race. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemiek. Oh, we zijn bekenden van elkaar, ja. Hans. Sinds 2 dagen. Ja, worden voorbereidingen getroffen voor de race van vandaag? Ja. En wat voor race is het precies? Nou, het was de bedoeling om hier de wereldkampioenschappen te houden, maar in verband met corona is het dat niet doorgegaan omdat de buitenlanders afgezegd hebben. En nu is het een groot klasse evenement geworden. Dus voor de Flying Junior, eigenlijk heet het niet meer Flying Junior, maar FJ. Want er zijn een heleboel jonge en oude zeilers door elkaar heen. Oh, dat is juist wel heel mooi. Ja. En doe je al heel veel jaren mee? Ja, ik ben begonnen toen ik 19 was. Toen ben ik 10 jaar opgehouden. Daarna weer begonnen. En dit is mijn 3e optreden. 20 jaar geleden voor het laatst gevaren. Echt waar? Dus kan ik dan aannemen dat je wel een beetje zenuwachtig bent? Nee hoor. Oh nee. Nee. Pak het zo weer op. Ik pak het zo weer op, ja. En die boot wordt bemand door hoeveel personen? 2 personen. En er zit een spinnaker op en een trapeze. En het ideale gewicht voor de boot is voor de beide bemanningen tezamen ongeveer zo'n 130, 135 kilo. Oké. Ja, want het is een licht bootje, hè? Helemaal ja. Van hout. En waar wordt die gemaakt? Er zijn diverse werven in de wereld. Deze komt uit Loosdrecht, Düsseldorf. En in Loosdrecht werd ook de Van Wettum gebouwd. Die is van polyester. Dus die doen ook mee. Ja. Hoeveel deelnemers zijn er vandaag? Nou, ik denk vandaag 23. Maar normaal gesproken op een WK zit je tussen de 50 en de 60. Nou ja, het is toch mooi dat het vandaag doorgaat. En ja. Hoe zit het met het weer? Nou, vandaag is het middenweer. Hè, dus windkracht 3-4. Dus dat is wel relaxed. Ja. Ja. We varen wel 5 wedstrijden. Dat is wel een uitdaging. Dat is heel vermoeiend. Op 1 dag. Hoe laten we... Is dan de eindtijd? Nou, we starten om 11 en de eindtijd moet rond tussen 4 en 5 zijn. Dat is inderdaad pittig. Ja. En moet je dan ook heel veel trainen hiervoor? Ja, dat hoort wel. Maar ik ben op een leeftijd dat ik ook golf. Oh! En de jongens die een goede kans hebben, die trainen zich suf. Ja, die trainen veel. En die zijn ook wat jonger. En dus er is ook een favoriet? Ja, er zijn 2 favorieten eigenlijk. Hielke Sassen, die is favoriet. En de 2e favoriet was Guido Sol, samen met Koen. Maar Guido die moest naar huis wegens omstandigheden. Ja. Nou, dus er zijn nog kansen. Ja, er zijn nog kansen, dus je blijft hopen op een goede klassering. En waar is de prijsuitreiking? De prijsuitreiking is zaterdag. Ik denk in Strand 4, want daar hebben we het diner ook. Maar het kan zijn dat het ook in de loods is bij de bierderij. Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Nou, ik verwacht je wel op het podium te zien. Succes vandaag. Ja, dankjewel. Goedemorgen. Ik heb vernomen dat we net de oudste deelnemer van deze race hebben gesproken. Maar jij bent dan samen met je partner de jongste deelnemers. Ja. En hoe gaat het tot op heden? Gisteren was het natuurlijk best wel, of eergisteren was het natuurlijk best wel veel wind. Dus met heel veel wind maakt het natuurlijk wel moeilijker omdat we ook lichter zijn en minder ervaring hebben. Maar ja, dus met heel veel wind is het wel moeilijker, maar het is wel heel gezellig gewoon. Dus we doen wat we kunnen en meestal blijven we er wel bij. Dus het komt allemaal wel goed af. En hoeveel jaar varen jullie al samen zeilen? Dit is denk ik de 2e keer dat we samen zeilen. Oh, dus dat maakt het helemaal extra spannend. Ja, wel een beetje, ja. Maar ik hoor toch dat jullie het echt heel goed doen. Ja, nou ja, weet je, het is natuurlijk al heel wat met die harde wind dat we wedstrijden überhaupt zeilen. Want ja, het is wel moeilijk en we zijn samen niet heel ervaren. Dus het is inderdaad best wel knap, ja. En vanaf welke leeftijd ben je begonnen? 7, 8, zoiets. Ik weet het niet meer. Ik kan me niet meer precies herinneren. Als een man? Ja, als een man. Dit is, denk ik, het eerste of 2e jaar dat ik eigenlijk stuur. Dus.
Nou, dus we gaan nog wel van jou horen. Ja. Hoe heet jij? Mirjam de Jong, ja. Oké, nou heel veel succes vandaag. Dankjewel. Ook voor je collega. Ja. 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kijk, je hoort nu, ik heb er één, dat betekent dat één minuut te vroeg was. Wat gaat er aan? Dit, dan gaat weer wedstrijd bij de vraag. Het was iets te veel van het goede, maar... Ja, er wilde gisteren wel één iemand gaan varen, maar... Hier wachten. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat een happening vandaag hier op het water. Ja, zeker. Ja, het is ontzettend leuk. Het is heel fijn dat we kunnen varen vandaag. Gisteren was natuurlijk veel te veel wind. Dus gisteren zijn we aan de kant gebleven. Maar vandaag is het echt perfect zeilweer. Heel mooi. En ik hoor vaak jouw naam, want je bent echt... Zonder jou was deze wedstrijd hier niet geweest. Nou, ik ben wel een beetje de initiator geweest van deze wedstrijd. Ik heb echt heel erg gepromoot dat we naar Monnikendam zouden gaan. En waarom Monnikendam dan? Nou, het leuke van Monnikendam. Monnikendam is een beetje vergeten wedstrijdwater. En dat komt omdat we hier ontzettend veel waterplanten in het water hebben. En dat lijkt er een beetje op dat wat minder aan het worden is. Vorig jaar was het er bijna niet. Maar dit jaar is er helaas toch wel weer wat. Maar het mooie van de hele opzet in Monnikendam is dat we heel beschut wedstrijdwater hebben. Best wel open. Er varen hier heel weinig andere boten. Maar we hebben ook op de kant een evenemententerrein waar je dus echt heel compact met elkaar samen kunt zijn. We hebben camping en campers en botenpark eigenlijk in een afstand van 100 meter. En dat heb je bijna nergens in Nederland. En jullie maken ook gebruik van de Monnikendamse producten? Hè? Ja, wat we hebben geprobeerd is echt een iets te doen waar heel Monnikendam plezier van heeft. Dus we hebben alleen maar samengewerkt met lokale horecabedrijven ook. Het is natuurlijk nu met corona heel lastig om alles op een veilige manier te doen. Dat hebben we nu gedaan door een hele strikte ingangscontrole te doen. Echt mensen te laten tekenen dat ze gevaccineerd zijn. En mensen die niet gevaccineerd waren de zelftesten te doen. Dus we hebben het echt wel heel veilig kunnen doen. En we hebben gezorgd dat ook dat we de alle functies op het terrein een beetje gespreid hebben. We hebben een apart regatta office, een apart honk voor de jeugd, een apart ding voor de wat oudere zeilers. Waardoor we die anderhalve meter wat beter kunnen garanderen.
Ja, want iedereen is heel blij, heb ik ook vernomen, dat de wedstrijden zijn heel lang niet doorgegaan. Ja, want heel lang zijn er geen wedstrijden geweest. En omdat het een redelijk beperkt aantal boten nu is, kan dit gewoon op een veilige manier. En dat is gewoon ontzettend fijn. En iedereen die verlangt het gewoon ontzettend naar om weer te zeilen. En je bent natuurlijk lekker in de buitenlucht, dus ja, dat kan ook nu wel, gelukkig kan dat heel veilig. En zijn er een aantal favorieten vandaag ook bij? Ja, we hebben afgelopen weekend een Nederlands kampioenschap gevaren. Dus Hielke Sassen met 13.32 is wel favoriet voor vandaag. Maar we zien ook een aantal andere zeilers. Bert Wolf, die er heel dicht op zit. En Esther de Jong, die ook van de week met hard weer heel goed gevaren heeft. Dat zijn echt wel favorieten om hier de prijzen te pakken. En denk je dat het weer terugkomt naar Monnikendam? Nou, wij hopen, we hebben het vorig jaar dus als een trainingsweekend gebruikt. Iedereen is echt heel erg enthousiast over Monnikendam als locatie. Ook over het stadje, want ze zitten natuurlijk heel dichtbij. Het is heel compact. Het leuke van Monnikendam is inderdaad die compactheid, waardoor de zeilers bij elkaar blijven en het gewoon een veel betere sfeer geeft. Hè. De FJ is een Nederlandse klasse die al best lang bestaat. Die is nu bijna 65 jaar oud. Waar staat de FJ voor? FJ staat voor Flying Junior. Flying Junior is eigenlijk ooit bedoeld als trainingsboot voor de Olympische Flying Dutchman. Die is heel lang een Olympische klasse geweest. En de initiator van deze klasse, Koen Gulscher, die zei altijd van de boot is niet de reden waarom je zeilt, maar het is een middel om internationaal vriendschappen met zeilers te sluiten. En die heeft altijd heel veel aandacht besteed aan het sociale. Dus die vond het heel leuk dat er van alle leeftijden mensen in de boot zaten. En dat iedereen jong en oud heel goed met elkaar omging en elkaar hielp. Van de week was ook heel leuk, was één boot was omgeslagen en had de mast krom. Dan zie je vervolgens dat drie andere teams de boot pakken, masten afhalen voor diegene wie dat gebeurd was. En dan even met drie andere teams de boot weer helemaal klaarmaken voor een concurrent eigenlijk. Ja. En dat is het unieke van de Flying Junior, dat mensen echt voor elkaar klaarstaan. Op het water wordt er heel strak gestreden, maar op de kant is iedereen vrienden en probeert elkaar te helpen om boten te ontwikkelen en zorgen dat het zo leuk mogelijk is. Het klinkt als de ideale wereld. Het is wel een soort van ideale wereld. Ja. Het is echt, dat zul je ook als je aan mensen vraagt van joh, hoe was het van de week? Dan zul je dat commentaar waarschijnlijk wel krijgen van goh, we hebben echt een prachtige week gehad. Nu ook nog op een veilige manier met elkaar toch een vakantieweek kunnen vieren. En doen wat je het liefste doet, namelijk op het water zijn en zeilen met elkaar. Nou, ik hoor dat je enthousiasme is oneindig. Je weet heel veel over zeilen. Ja. Want je bent zelf ook zeiler. Ja, mijn boot staat aan de kant, zou ik eigenlijk mee zeilen. Maar je ziet als je in een organisatie zit dat er toch vaak andere dingen zijn die dan belangrijker zijn. En ik vind uiteindelijk gaat het er mij om dat iedereen van de week naar huis gaat en zegt, jee, dit was echt het einde. We hebben een onwijs leuke week gehad. En Monnikendam is een fantastische plek om dit te doen. En we willen graag weer terug naar Monnikendam. Want ja, het is hier gewoon zo'n unieke situatie dat we toch hopen ook hier weer volgend jaar terug te komen. Nou, dankjewel. Ja. Ik zie je volgend jaar weer. Ja, dat hopen we zeker. Dank je.
gaan nu naar de. We gaan nog één keer omhoog. Nou, jullie zijn dus in Monnikendam en wat, alle mensen die vertieren ook allemaal in Monnikendam. Ja, klopt. We hebben natuurlijk heel veel mensen op de camping. We doen heel veel met Jachthaven Waterland samen. We hebben een hele goede samenwerking mee. Die werken ontzettend mee. We hebben het terrein ook wel netjes gemaakt en opgeknapt en zo. Dus dat is heel belangrijk. Een aantal mensen ook in bed and breakfast in Monnikendam. En we proberen ook eigenlijk alles samen met de Monnikendamse middenstand te doen. Dus alles wat we doen is eigenlijk proberen we onder te brengen bij de middenstand. Dus benzine halen we bij de Monnikendamse benzinestations. We eten bij de Monnikendammer horeca. En we proberen de boodschap ook zoveel mogelijk bij Monnikendammer winkels te doen. Dus het heeft best ook een beetje economische impact op de gemeente. En het is alleen het budget van het evenement is niet van 30.000 euro. En alle individuele deelnemers die geven natuurlijk ook nog heel veel geld uit. Ja. Dus het is voor Monnikendam denk ik ook een leuke manier om toeristen te trekken. En wat heel leuk is, wat we ook gedaan hebben, dat is op onze site dat we echt een speciale sector hebben gemaakt met alles wat in de omgeving te zien is. Dus Zuiderwoude en Broekje Waterland en Mark. Dus dat we ook een beetje waterlandpromotie doen. Zo zijn we gisteren was er te veel wind. Hebben we met een heel groot deel van de deelnemers hebben een wandeling gemaakt rond Marken. En zijn we even Marken wat gaan drinken. Zodat mensen ook zien hoe mooi Waterland is. Ja. En dat is natuurlijk leuk, want zeker als je normaal internationale deelnemers hebt, probeer je ook een stuk van die omgeving te laten zien. En we hebben natuurlijk prachtig achterland in Monnikendam. Met inderdaad prachtige dorpen als Broek en Zuiderwouw en Marken. Dat is voor heel veel mensen superleuk om te zien. En heel veel hadden dat nog nooit ervaren eigenlijk. Omdat we, als we varen in Nederland, heel vaak richting Medemblik gaan op het Noordelijke IJsselmeer. En dat kent iedereen al jaren. Maar Monnikendam was voor heel veel mensen echt een nieuwe belevenis. En ik moet zeggen dat eigenlijk iedereen wel enorm onder de indruk was van wat je allemaal kunt doen en zien. Ja, ik hoorde ook dat er een zeil is gerepareerd nog in Monnikendam. Ja, dat hebben we natuurlijk ook in de buurt. Ja, we hebben halve zeilmakers natuurlijk hier in de buurt. En die was meteen bereid van, joh, dat ga ik meteen voor je maken. Heb je vanavond weer terug. Dus weet je, dat is leuk als iedereen zo meewerkt. Dan voelt iedereen zich welkom en iedereen thuis. En dat is wat je wil. Dat is wat je wil. En dat iedereen met dat goede gevoel naar huis gaat en zegt, ik wil terugkomen. Nou, mooi promotieverhaaltje voor de Waterland in ieder geval. Dankjewel. Oké. Samen met de Danema, wat we misschien de kant is. Ja, dat is natuurlijk de beste high-tech case voor de koude. Dat is veel maaltijden bij iemand anders. Het is vaak wat dun, wordt echt alleen maar het zeilen. Nee, dat is niet. Want het is nu zeker niet. We zitten nu midden in de Olympische Spelen. Dat is het leuk. Zijn we lekker een beetje dichtbij. Pieter Oskamp.